Van rond de 18 jaar. Gewoon een doorsnee voorbeeld van een vrouwelijk exemplaar. Ze zeggen: zorg dat je niet opvalt. Of je hoort er niet meer bij. Ze zeggen dat je op je kop knalt. Als jij het anders doet dan zij. Eén is één. Laat mij alleen. Ik ben de maat, het mirakel en de muziek. Helder, verdrijver van duffe dampen. Dorstlessen van de geesten die droog staan en hun heil zoeken in herrie. You're so high, once new children. You're so high, once new wife. This old house was home and comfort as we thought the sun light. This old house once rang laughter. This old house heard many shots. Now she trembles in the dark and that's when the lane in the world's crowded. En natuurlijk kunnen we hier niet opsluiten. Maar ik zou graag willen dat je ook een beetje begrip toont voor wat ik voel. Ik weet best hoe jij je voelt. Je maakt je vreselijk bezorgd om je arme, onschuldige kleine dochtertje dat nu de grote boze wereld ingaat. Waarin op elke hoek van de straat een boeman op de loer ligt. Om haar door te verkopen als blanke slavin aan een geile Arabische oliesjeik. Wees nou toch alsjeblieft een redelijk sil. Moeder, ik ben geen groentje meer. Je hoeft niet bang te zijn dat ik meteen mijn hersens opblaas met heroïne. Nou, en dat samenwonen van jou en die atje, dat wordt toch niks? Hoe weet je dat nou? Als het niet gaat, dan kom ik gewoon terug. Maar het enige dat ik wil is zingen. Met het gezeur van jullie aan mijn kop lukt me dat nooit. Lieden. Kom, we gaan. Wat is er nou weer aan de hand? Nu moet jij maar eens met haar gaan praten. Is de koffers weer gepakt? Nou, dan moet je er met rust laten. Kom. Ik hou heel veel van mijn ouders, maar ze maken het me onmogelijk nog langer thuis te blijven. Ze willen me niet begrijpen. Ze staan erop dat ik het gymnasium afmaak en dat ik daarna ga studeren. Maar ik ga zingen. Ze denken dat ik niet serieus ben. Nu ga ik het huis uit, samenwonen met Atje. Is het wel goed wat ik doe? Hoi, Sim. Heb jij er ooit bij stilgestaan waarom jouw ouders zich zo bezorgd maken? Ze houden namelijk zoveel van jou. Als ze geen reet om je gaven, dan lieten ze je wel barsten. Neem geen overhaaste beslissingen, maar praat er eerst eens over met iemand wiens raad je wat waard is. Ballen! Helder! Eikel, wat maak je me nou? Je hebt werkpaarden en je hebt luxe paarden, Wout. Er is niets moois dan iemand te zien werken. Ja. Voordat je de verslaafde raakt, examen de tyfus aan die dozen. Zit er eigenlijk in? Mijn stiefmoeder. Die was bang dat jij niet goed genoeg voor me zou zorgen. Twee flessen Abbas. En een hele kist vol ertessoep. Krijg je haar over op je borst, joh. Nou, daar kan ik niet tegen, hoor. Daar word ik winderig van. Geen mooi naast de kraam de kraambol vullen.
Als ze ooit een boek gaan schrijven over de grootste minnaars ter wereld, dan kunnen ze over deze kamer een heel hoofdstuk vol schrijven. Ja, met een bord aan de gevel met je leven en wat lief. En mijn naam is. Dacht je van een waterbed? En een tv. En een stereotorentje daar. En een bar. Ja, een bar. En wat dacht jij van een opblaaspop? Luister, pik. We gaan het helemaal maken hier. Ik ben van huis weggelopen. Ik hou er niet meer uit. Ze blijven maar zeiken. Ik denk maar niet dat ik nog terug ga. Ik ben helemaal gek van ze. Moet je hier blijven. Hoe moet er nou, Atje? De ruimte is toch veel te klein. Het is even logisch nadenken. Hè? 3 is te veel, als je wat ik bedoel. Bedoel je wat ik voel dat je bedoelt? Precies. Oké, Atje. Is dat jouw manier om je beste vriend te behandelen? Dat geef ik je nooit. Wout, maak het nou. Het is een noodgeval. Vriendschap is een illusie. Het zou zo'n kamer worden. Ze hebben me gewoon op straat gezet. Oh, dat betekent dat ze voortaan altijd te laat is. Je hoeft mij niet te vertellen wat ze aan het doen zijn. Die zijn de hobby ook aan het testen. Welke hobby? Naaien. Gordijnen. Nee, je beddensprei. Au, naaien zonder garen. Jammer van je vriend, hè? Ik hoop maar dat ze weten wat ze doen, want ik heb nog geen zin om oma te worden. Zie jij trouwens nog niet achter de kinderwagen lopen of een luier om die. Hij trouwens ook niet. Ik vind het toch jammer. Wat? Nou, dat ze niet gaan trouwen. Ach, dat maakt dat nou uit. Nou, ik had zo'n leuke doog geweten. 5000 punten, krijg je een hartstikke leuk koffieservies. Weet jij of ze van ertessoep houdt? Wat is dit voor een onchristelijke herrie, zeg? Krijgen we nou? Zijn we een beetje aan het opknappen? Ja, zegt dat wel, ja. Het is hier nogal een zootje voor die 400 pop per maand, burgemeester. Meneer Vis is de naam. En het is 400 gulden inderdaad, ja. En 2 maanden vooruit. Ja? Heer Vis zwemt niet in het geld, als men dat mocht denken. Zijn hypotheekbank maakt voortdurend jacht op hem en wil niet graag achter het net vissen. De kamerhuur is de dobber waarop heer Vis nog blijft drijven. Nu ik hier toch ben, kan ik meteen wat huisregels stellen. Want orde moet er zijn, hè, zo'n huis vol met mensen.